De Iraans-Amerikaanse schrijfster Azar Nafisi hield in 2009 een lezing in Utrecht. Ze vertelde daar dat ze zich nooit een inwoner van Iran had gevoeld, als meisje niet, en ook na haar vlucht naar de Verenigde Staten niet een inwoonster van de Verenigde Staten. Want, zei ze, vanaf het moment dat ze had leren lezen, voelde ze zich een inwoner van de Republiek der Letteren. Nou, dat maakt haar en mij landgenoten, want ik heb precies diezelfde ervaring gehad. Het Huis van de Literatuur heeft vele kamers, wordt gezegd met een verwijzing naar de Bijbel. En wat ik zo goed vind aan Granate, is dat ze aan dat Huis van de Literatuur een kamer hebben toegevoegd en tegelijkertijd wat tussenwanden hebben gesloopt. Wat Granate doet al 8 jaar lang, is biculturele woordkunstenaars en filmmakers een podium bieden en in contact brengen met hun collega-dichters en filmmakers in Nederland. Dat bestond niet en Granate doet dat en dat vind ik geweldig en daarom steun ik Granate.